Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast van vandaag is Laurens Groenendijk. Um, sinds hij uh, na twee jaar al Treatwell verkocht voor een bedrag van 34 miljoen, Treatwell is een soort uh, reserveringsplatform voor kappers, schoonheidsspecialisten en dat soort uh, vaklui. Uh, geldt hij eigenlijk als een held in start-up-land. Uh, zeker ook omdat het niet uh, zijn eerste succesvolle exit was. En nu uh, is hij met een nieuw project bezig: Hyber, dat nanosatellieten uh, de, de lucht inschiet. Laurens, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dank je. Um, ja, ik neem je even mee naar het najaar. Van 2016, want toen sprak ik jou over Quote. Uh, toen had je net Tweet wel verkocht en ik vroeg je naar je verdere toekomstplannen. Ja. En toen zei je, en ik zal even citeren, uh, de ambitie om zelf nog een keer een bedrijf te starten ontbreekt. Dat wil ik pertinent niet. Nee. Ja, nou, inmiddels sta je toch weer te boeken als medeoprichter van Hyber. Ja. Uh, dus ja, wat ging er mis? Ja, ik had mezelf uh, inderdaad voorgenomen om het niet helemaal meer van Sketch of Aan zelf te doen. Maar um, ja, toen kwamen we met het project van Hyber, waar ik zo even. Uh, ik zal vertellen hoe, het, hoe dat werkt. Um, maar dat gaf zoveel energie toen ik daar een beetje operationeel werd. Ik was eerst investeerder. Dat ik dacht, van, nou, weet je, dit is zo'n mooie opportunity. Dit kan ik niet laten gaan. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon ingezogen. En uh, sinds dit jaar gewoon weer volledig operationeel. Dus vijf dagen in de week uh, ben ik er actief. Ja, 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 want dat wilde je eigenlijk niet. En ik zal even nee. uitleggen waarom je dat zei. Hè? Van, ik wil het pertinent niet meer. Want je zei van ja, ik heb nu eigenlijk vrijheid gekocht. En ja. als op het moment dat je in een bedrijf zit en je, je uh, verkoopt het weer, dan moet je nog een tijd blijven zitten. En je komt eigenlijk in de gevangenis. Hè? Dat was Inderdaad, ja, dat een, precies, precies. Letterlijke woorden die ja. je gebruikte. Maar... Ja, en wellicht gaat dat nog gebeuren. Maar. Uh... <laughs> Maar aan de andere kant, um, dit is een iets unieks, unieks in de wereld, uniek voor Nederland, uh, dat ik hier uh, maar een bijdrage kan leveren. En dat, uh, dat geeft veel energie. En inderdaad, die vrijheid die ik zelf had gekocht, he, die heb ik voor mezelf gecreëerd, ja, die moet ik nu een beetje opgeven. Maar wel voor een, voor een goed doel, denk ik. Uh, want uh, wat we met Hyper doen is, is fantastisch. Ja, want we gaan eventjes daarop inzoomen. Uh, nanosatellieten. Uh, er is, uh, in januari is de eerste de ruimte ingeschoten. Um, daar ging best wel wat werk aan vooraf. Hè. Uh, was het eigenlijk moeilijker dan je dacht om zo'n uh, satelliet de lucht in te krijgen? Uh, het, het satellietgedeelte is uiteraard moeilijk. Uh, maar het is vooral de regulation omheen uh, om überhaupt een raket of een uh, satelliet te lanceren, is, is, uh, is veel werk. Uh, dus we zeggen wel eens intern: de hardest part is, not, uh, is niet de satelliet, maar het grondstuk wat eigenlijk uh, noodzakelijk is om het netwerk te laten opereren. Ja. Um, ja, we hebben van idee. Tot lancering hebben we er 2,5 jaar over gedaan. Uh, dat is relatief kort in de satellietwereld. Uh, en maar met onze start-up cultuur en start-up denken hebben we gewoon veel risico gelopen. Uh, en uh, de twee satellieten, we hebben er twee gelanceerd, die hangen inmiddels en ze werken ook allebei. Uh, dus um, je ziet hoe je hè, iets met een simpele gedachte uh, op een, een ingewikkeld iets, een complex ding, een satelliet, ja. dat je toch iets voor elkaar kan krijgen in korte tijd. Want uh, wat doen die satellieten van jullie? Hyper uh, 1 en Hyper 2 noemen ze. Uh, dus er komt ook nog een 3 en een 4 en et cetera aan. Uh, die satellieten kunnen wereldwijd uh, apparaatjes uitlezen. Dus uh, iemand, een apparaatje, staat ergens in Australië... en die zegt oké, okay, hallo, ik ben hier en het gaat goed met me. Dus dat soort kleine datapakketjes van 144 bytes... kunnen wij gewoon wereldwijd uitlezen. Uh -huh. Nu zou je denken, maar je kan toch overal al met GPS... Uh, iets uitlezen, dat klopt. Maar wat mensen niet weten... is dat de wereld nog maar voor... 10% is connected... met palen. Uh, dus dat betekent dat de 90%... niet is connected. Uh, dus daar kan je alleen maar apparaatjes uitlezen... Uh, met satellieten. Nou. En wat voor apparaatjes zijn dat dan? Uh, het zijn IoT-devices... over het algemeen. Dus een, een tracker op een trainwagon... een tracker op een tractor... Maar ook een, uh, iets wat, uh, wat uh, soya-moisturing, dus het grond, uh, de grondkwaliteit meet of grondwatermetingen. Maar ook uh, weerstations uh, uh, zijn bezig om elektriciteitspalen te voorzien van een stukje elektronica. Zodat we kunnen weten, hallo, uh, paal doe je het nog naar een bosbrand in Californië bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus het zijn eigenlijk, we kunnen twee dingen meten. We kunnen iets tracken en we kunnen iets monitoren. En dat wordt allemaal met sensoren gedaan. Daar houden wij ons niet mee bezig. We houden alleen ons bezig met de connectiviteit. Dus als iets, uh, iets meet, dan kunnen wij de data oppakken met de satellieten. Wij vliegen over. Het pakketje data komt naar ons toe. En uh, zodra de satelliet een grondstation in zicht heeft, stuurt je het pakketje naar aarde. En dan wordt het gewoon in een hele simpele user interface website komt de data beschikbaar? Ja, ja. Dus ik heb een uh, ik, ik heb een, een een paal ergens in een afgelegen uh, gebied en ik wil weten of die het uh, nog doet en dan uh, meld ik mij als klant bij jullie, uh, koop ik daar zo'n chip en dan Precies. komt de data tot mij. Heel simpel gezegd, ja. ja nou, goed idee. Hoe kwam je erop? Lang verhaal, uh, maar. Um vriendenrelatie van mij die kwam met het idee van joh lauren zullen we niet eens keer iets in space doen de next big thing is wellicht space oké okay, leuk idee <laughs> uh, toen hebben wij uh, we zouden bij een bedrijf kopen in noordwijk uh, wat op randje fries min stond uh, geld gestort echt op het laatste moment door naar de notaris gezegd oké okay, dat gaan we niet doen er kwam er nog iemand ik heb hier nog een factuurtje van 60.000 euro liggen dan nou, weet je daar willen we ons niet uh, de lijk in, li like in de kast de lijk in de kast maar toen hadden we al geld met z'n allen in het potje gedaan. En toen uh, was uh, een van de mede-oprichters van Heiber Koen Jansen. die uh, hebben gezegd: Oké, okay, ga maar verder kijken wat we nog meer kunnen doen in space. En die kwam een bedrijf tegen in Delft. Uh, en die hadden eigenlijk, kwamen met het initiële idee. Dus hey, dat is interessant: uh, IoT uh, connectivity middels satellieten. Um, een soort LoRa in the sky hè, voor, de, voor, de, voor de luisteraars. Um, en met dat idee opgepakt en daar mensen bij betrokken... die ervaring hadden in de uh, traditionele satellite-operator-wereld. Uh, en daarmee gestart. Dus uh, met, uh, met eigenlijk relatief weinig geld uh, achteraf. Want satelliet lanceren, dat is duur vuurwerk, noem ik het maar even. Ja, want moet je dan zelf zo'n raket bouwen? Of? Nee, wij, uh, uh, wij piggybacken mee op grote raketlanceringen. Dus... In dit geval is één satelliet gelanceerd via SpaceX van Elon Musk. En dan zeggen we eigenlijk via een, via een handelaar: oké, okay, wij willen op die lancering, willen mee omhoog. Ja, ja, nou, een soort veredelde taxi. Ja, ja inderdaad. En, uh, dus wij kopen dan een stukje op die raket en betalen per kilo. Dus hij wordt gewoon gewogen: oké, okay, wil je 8 kilo lanceren, dan kost het 8 keer gemiddeld 70.000 dollar. Ja. En dan uh, wordt hij helemaal klaargemaakt, een uh, paar weken voor, voor lancering. En dan wordt hij op een ring gezet uh, op, de, op, de, op de raket. En zo zijn wij altijd op zoek naar lanceringen die, uh, waarbij we ons satelliet omhoog kunnen krijgen. Maar ik moet zeggen, het aantal lanceringen, zeker waar wij dan heen willen, uh, dat is wel een glazen plafond. Uh, er zijn gewoon niet zoveel lanceringen waar die interessant voor ons zijn. Want je moet op een bepaalde hoogte of iets. Uh, ja, wij willen op een bepaalde hoogte. Wij vliegen uh, zo over de aarde heen. En de aarde draait rond. Dus wij gaan als appelschil. Gaan we de aarde langs? Uh, dat is goed voor als je een dagservice wil hebben. Zoals wij nu uh, live hebben. Um, maar als we frequenter apparaatjes uit willen lezen. moeten we dus en meer satellieten lanceren nee. in een bepaalde baan. Maar ook op andere banen gaan vliegen. Nou, daar gaan gewoon geen lanceringen heen. omdat. Um, die lanceringen uh, zijn er niet omdat 90% van de satellieten. dat zijn Dus die maken een foto van de aarde. Yeah. En ja, daar gaan alle raketten heen, maar wij zijn een telecommunicatiesatelliet. Dus wij willen ook wel ergens anders vliegen. En die capaciteit is er gewoon niet in de wereld. Ja, ja bizar zeg. En was jij als jongetje al uh, gefascineerd door de ruimte? Droom jij uh, van een ticket uh, als je nee. eerste ruimtetour is? Nee, nee, nee pas, pas sinds half jaar ben ik wat geen van, <laughs> van, van, van de space geworden. Ja. Nee, die ambitie had ik helemaal niet. Uh, wat ik wel leuk vind, is natuurlijk pionieren... en uh, toch een beetje uh, je hoofd uitsteken voor iets. Ja. En, met dit eh, komen. Het, en het is IoT, eh, wat, wat echt, wat het moest wel, de vierde industriële revolutie. Ja, en het is Space. Het is Global. Dus het heeft alle ingrediënten van een sexy start-up. Ja. Toen dachten we, ja, weet je, dit is toch wel iets heel gaafs. Uh, ja, en dat blijkt ook wel uh, dat we nu ook wereldwijd uh, veel tractie krijgen. Ja en uh, gewoon een heel, heel gaaf product eigenlijk in de markt zitten. Ja, ja, ja. En um, um, ja, nou kennen we jou als investeerder um, uh, en dus als iemand die normaal gesproken een horizon heeft van een jaar of vijf, ja. zeven, uh, zou ja. zeggen. Hè? Is dat bij Hyper ook zo? Um, heel eerlijk gezegd, ja, we doen het natuurlijk niet voor niks. Um, Allereerst is het voor BV Nederland, die veel subsidie ook voor hun bedrijf geeft, maar ook voor de Europese Unie, dat we deze technologie wel dicht bij huis willen houden. Dit, dit is belangrijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk nu al partijen die zeggen: hé, hey, dat is een interessant bedrijf. We gaan nu ook een serieuze vindingronde in van het bedrijf. Um, wat ik al zei, het is duur vuurwerk, dus er moet ook serieus geld in. Hoeveel heb je nodig? Uh, tussen de 50 en 100 miljoen. Okay. Um, dus als je, als je mij rechtstreeks vraagt, denk ik nou over twee, drie jaar, uh, dan, dan hoop ik dat we hier ook een mooie exit wellicht uit kunnen halen. Ja. Uh, niet zo snel als Street <laughs> wel, maar um, uiteindelijk doe je het daar natuurlijk ook voor. Ja, over treat wel komen we straks te geven te spreken. We gaan eerst eventjes naar uh, het begin van jouw carrière. Ja. Uh, de hapgids. Ja. Ja, dat klinkt een stuk minder sexy dan uh, ja, ondernemen in space. Ja, ja, ja. Uh, de hapgids was als ik naast zit, eigenlijk een platform waarbij restaurants uh, kortingen konden bieden aan hun uh, klanten zodat ze hun zaak vol kregen. Ja, dat was eigenlijk een gidsje met allemaal menu's van bezorgrestaurants... met allemaal kortingsbonnen die je kon inleveren. Hoe kwam je daarop? Ja, Dat was eigenlijk een ideetje die ik uit Zuid-Afrika had meegenomen. Daar was al een soort idee genaamd Missed Delivery. Ik dacht, hé, dat is een goed idee. Samen met mijn partner Martijn Roosendaal dat opgepakt. En ik kan me nog goed herinneren, we stonden op de Hojikava... en Jitsen Groen van Thuizenzorg.nl stond daar... Uh, met zijn website en uh, wij stonden daar met onze gids. Ze dachten: Nou, dat internet dat is, dat is niks. Wij richten ons op onze gids. <laughs> en uh, ja, uiteindelijk heeft hij het toch ook bij de rechten gehad. Uh, ja, op een dus, miljardair inmiddels. Ja, dan... ja, dus, um, dus toen zijn wij een paar jaar, een paar jaar later zijn we ook overstap gemaakt van Hapgids naar Hapgids.nl. Yep. En uiteindelijk uh, wij, uh, zijn wij gefuseerd met Just Eat. Uh, ja, dat is genoteerd op de, op de beurs in Londen. Ja. Ik heb nog eventjes gekeken. Een marktwaarde van 4,8 miljard. Pond. Pond, ik ja. nagaan. nagaan. Ja. Um, Hoeveel van die waarde is jou nou toe te rekenen? Um, uh, we hebben... Dat is eigenlijk in de twee delen hoe wij de exit met Justitie hebben gedaan. Uh, toen wij de merge hebben gedaan uh, tussen Hapgids en Justit uh, kregen wij een stukje belang in, in, de, in de groep. Ja. Um, en wij hielden ons belang van onze Nederlandse Belgische... onze Benelux activiteit nou, de eerste stap was dat uh, omdat we als groep moesten consolideren. Dus eerst heeft de groep uh, ons een Benelux-activiteiten gekocht, van Martijn en van mij. Nou, dan was dat allemaal equal. En toen hebben wij een, een leuk percentage gehad, uh, daarvan van die deal ook weer in de groep. En toen wij in 2014 IPO zijn gegaan, uh, zijn we er uiteraard niet slechter van geworden. Nee, maar, maar als je kijkt dus naar de, de waarde van die, uh, die onderneming, is 4,8 miljard. Als je naar de beurskoers ja. kijkt. Um, ja, wat, wat, wat is jouw bijdrage aan de waarde van het bedrijf? Hè? Hoe is het, was het bedrijf minder groot geworden als jij er niet aan boord was gekomen? Nou, kijk, uiteindelijk zie je bij dit soort bedrijven... het start altijd met ondernemers. Ik had pas nog een fotootje, kwam ik tegen hoe, toen Jesper Boeg... de originele founder van JustEat.com en David Buttress, tot vorig jaar de CEO nog van het bedrijf... en ik met z'n drieën in Marbella... nog even de eerste duizend orders van, van JustEat UK konden vinden. En we waren allemaal wat soort zelfde profielen. En... Ik moet eerlijk bekennen dat, dat uh, toen, toen Jesper weg daar ging, uh, dat er, toen kregen we een CEO, wat meer corporate, wat toch iets groter, dat je dat soort mensen ook gewoon nodig hebt. Maar het eerste zaadje, uh, gewoon gaan, gaan, gaan. Uh, daar ben ik goed in. Ik, die volgende fase ben ik niet per se goed in. Uh, daar wil ik ook misschien wel een beetje van afblijven. Een beetje de ja, saaie maar, fase natuurlijk. Ja, nou, misschien de saaie fase, maar het is wel, dan wordt het natuurlijk ook interessant om echt op te schalen. Uh, maar gewoon de opportunity zoeken en linksom of rechtsom het werk te krijgen, uh, dat vind ik superleuk. Ja. En dat denk ik dat de bijdrage van mij is geleverd. Hè. Soms zie ik nogal ideetjes binnen het systeem voorbij komen. Dat had ik bedacht of dat had ik bedacht. Uh, maar het is, het is niet altijd één ding, Eén dingetje een move the needle. Het zijn altijd andere, uh, allemaal dingetjes bij elkaar. Ja. We gaan even naar TreatWell. Ik ja. zei al, een, een reserveringssysteem voor kappers, schoonheidsspecialisten ja. en uh, dat soort mensen. Um, ja, het kwam eigenlijk voort uit een uh, klacht van je vrouw, hè? Ja, 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 ja. Op een gegeven moment, ik zat dus thuis. Waar, ik was niet meer operationeel actief binnen Just Eat. En op een gegeven moment zei mijn vrouw... Nou, die wil maar misschien dat ik wat dingetjes ging doen? Er is nog geen just it voor uh, kappers. En toen dacht ik: hey, dat is een grappig idee. En op datzelfde moment was iemand anders, uh, vriendje van mijn broer, dat was met hetzelfde idee bezig. En nou, dat, dat samengevoegd, weet je, dit is zo'n opportunity. En de gedachte eigenlijk was: als ik door een straat rijd, wat zie ik, wat voor winkels zie ik dan? He? Zie ik bezorgrestaurants, zie ik kappers, schoonheidspecialisten, en zijn die hele, die wat die kleine retailzaken, als je daar een marktplaats boven zet, dan kun je echt waarde toevoegen. Want die kleine ondernemers die kunnen waarschijnlijk niet die stap maken. Ja. En, en toen dacht ik: Van hé, hey, dat is grappig. Uh, maar we waren ongeveer een half jaar aan de gang met dit idee. We hebben we een website bouwen. We met één heel groot probleem. Wat bij Justitie en Thuiszorg wel werkt, uh, werkt in deze markt niet. Dat betekent dat je ongelimiteerd orders naar een kapper kon sturen. Ja. Bij een pizzeria, of je nou 10, 20 of 30 orders voor een pizza stuurt, hij kan het regelen. Maar Kappa heeft natuurlijk beperkte capaciteit. Ja. Nou, toen, toen kwam er redelijk wat complexiteit binnen. Um, en, maar toen hebben we ook gezegd: Oké, okay, gaan we deze markt pakken, ja of nee? En toen zijn we gegaan. Toen hebben we heel, heel scherp aan de wind gezeld. Twee keer bij een fiets gegaan, konden de slagers niet meer betalen van het personeel. Ja. Maar uiteindelijk toch allemaal goed gekomen. Nou ja, goed gekomen, dat kun je wel zeggen, want het platform was anderhalf jaar live. Ja. En jullie kregen een bod van 34 miljoen. Ja. What the fuck? Ja, ja, ja dat, dat dachten wij ook. Uh, er zat natuurlijk wel een proces aan vooraf. En, uh, ja, en, en hoe zo'n bedrag tot stand komt. Ja, we zaten in de taxi in Londen, gingen we praten over, de, over die verkoop... En, en mijn compagnon Erik Wink, uh, oude CEO van Booking, zei ja, misschien 18, 20. <laughs> ja. Ik zei nee, we moeten 40. <laughs> ja, dus, dus je ziet dat er eigenlijk geen echte reden onder ligt voor zo'n bedrag. Het is wel zo dat natuurlijk de strategische waarde voor de koper natuurlijk er wel was. Want wij, hadden, wij waren sterk groeiend, we, waren, we hadden 150 man uh, in dienst. We waren, ik waren, waren, denk, wel world class in onze online marketing op dat moment... En ja, dan is het ook, dan heb je nog wat strategische waarde voor een koper. Maar uiteindelijk als je het rekensje maakt, als we, we verloren een miljoen per maand ongeveer. Ja, dan is 34 miljoen <laughs> euro natuurlijk een hoop geld. En ja, nou, Dan las ik uh, voor de feestdag uh, Harald Gordijn, uh, de man van TomTom, Tom, ja. zeggen dat uh, Nederlandse techbedrijven eigenlijk te vroeg verkocht worden. Ja. Uh, Startups st uh, stappen te snel uit. Ja, toen moest ik ook wel een beetje aan jou denken. Ja. Echt, hè? Binnen twee jaar. Ja. Wat vond je van zijn uitspraak? Ja, dat, uh, dat, dat geloof ik ook. Hè. De, 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 je ziet dat er wel ondernemers zijn. Hè, zoals Arjen heeft het best wel lang uit kunnen stellen om naar een IPO te gaan. Uh, dat is, dat, daar heeft hij wel gelijk in. Maar aan de andere kant is de ondernemer. Ja, die gaat hij uh, voor, voor de long term. Uh, wil hij echt impact maken met zijn bedrijf. Maar op een gegeven moment is een, is een verkoop gewoon. Uh, uh, niet meer uh, te vermijden als je het, zeg maar, global speelt uh, wil spelen. Ja, en als je dan gaat realiseren dat er gewoon te weinig kapitaal in Nederland is... om die minimale schaal te creëren... Ja, dan, dan denk ik dat de keuze van die ondernemer terecht is. Het geld klotst dus, hier toch terecht plinten? Dat zou je denken. Maar ik ben nu ook weer in het proces bezig. Ja, de, conservatie, de conservatieve Nederland. Ja, die niet die echte grote tickets van die, die droom, die, die toekomstige droom wil financieren. Dat is toch wel echt een probleem. Hm. Hè? Tuurlijk zijn er altijd haken de ogen aan, 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 aan het concept. Maar ze moeten er ook geloven. oké. Okay, okay, als dit gaat en het zo groot wordt als de jongens denken, ja, daar zit gewoon inherent risico aan. En dan moet er misschien tientallen miljoenen euro's aan zeer risicovol kapitaal ergens in worden gestopt. Ja, en dat gebeurt gewoon in Nederland niet. Ja, ja. Uh, maar ik moet zeggen, Gordijn die heeft daar wel een punt. Uh, in, misschien is dat ook een eye-opener. Dus misschien ook vanuit hem dat er wat zeer risicovol kapitaal de markt kan stromen. Of in ieder geval de mede-investeerders helpen te begrijpen dat dat gewoon noodzakelijk is. Willen dat het global spelletje gaan spelen. Ja, ja, iets meer uh, risico durven nemen. Ja. En over risiconemer gesproken, uh, je verkocht tweet En um, um, toen ging je negen dagen per maand naar Iran. Ja. Um, why? Ja, dat is wel interessant. Uh, wij, wij waren benaderd om uh, voor een grote uh, investeerder in Iran... Uh, de lokale ecosysteem te helpen. Yeah. En um, dat is natuurlijk... Ik, ik ben op zoek naar avontuur. Dingen doen out of my comfort zone. Nou, dit was er natuurlijk ook eentje van. Dat, dat, daar kreeg ik energie van. En toen hebben wij eh, daarvoor zeer grote Iraanse bedrijven eh, geholpen... met een stukje online marketing, wat inzicht geven. Maar ook een, 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 een lokale Just iets geholpen. Dus we hebben, we hebben daar acht maanden lang eh, best wel impact kunnen maken... in het lokale ecosysteem. Uh, dus het was na naast gewoon die bedrijf helpen met inzicht. It was het ook natuurlijk van onszelf hé, hey, we zitten toch in een, in een apart land, proberen ons kennis te delen. Uh, dus, maar op een gegeven moment uh, zijn we daarmee gestopt, want we, we, er gebeurden toch dingen buiten ons om. Wat ik nou, weet je, als ik zeg, uh, het bedrijfje gaat niet goed, daar moet, daar moet nog uh, of geld in, of we moeten daar gewoon naar faillissement uh, toe gaan. Ja, en de volgende dag was in één keer weer een bulk geld, zodat de bedrijven koren. Dus dat was wel een heel andere wereld. Maar wel, had, wel heel had, leuk. Ik had de ervaring. oren daar. Ja, ja. ja. Um, nou heb ik eventjes uh, geturfd wat er aan uh, investeringen is, op je LinkedIn-profiel staan. Ja. En ik kom dan een, een stuk of twintig um, uh, investeringen ja. tegen. Ja. Hoe manage je dat in Nederland? Dan? Ja, dat vragen veel mensen aan me. Um, ik probeer uh, een hele simpele approach. Ehm. Um, ik probeer dingen simpel te houden en ik heb voor bepaalde uh, portfoliobedrijven een boardsheet. Dat is een halve dag in de maand, max. De andere bedrijven probeer ik uh, veel via, via calls, maar ook met mijn kompion uh, te managen. Dus ik ben zeg maar aan de voorkant van het bedrijf en Martijn, mijn kompion, die is meer uh, aan, de, aan de supportive kant. Dus, uh, dus uh, als er. Iets moet gebeuren, dan gooi ik het over de schutting. Dus ik ben dat niet aan mezelf. Ik heb daar ook mijn compagnon voor. Ja, 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 dus dan is het allemaal nog wel uh, overzicht. Ja. En um, um, ja, er, er komen heel veel opportunities ja. op je af, want de mensen kennen jou natuurlijk als investeerder. Heb je wel eens nee gezegd tegen een bedrijf dat later echt een krankzinnig succes werd? Uh... Hmm, moet ik heel goed gaan gaan, maar zo even top of mind helemaal niks. Ze dus hebben een goede selectieprocedure? Ja, maar oh, 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 uh, ja <laughs> dat kan. Misschien op het Maar ik heb natuurlijk, uh, dat is de downside, uh, vorig jaar ook drie bedrijven af moeten schrijven. En dat is ook het risico natuurlijk. Hè? Uh, dus uh, misschien heb ik wel eens een keer gem iets gemist. Maar aan de andere kant verlies je ook weer eens een keer iets. Uh, it's all in the game. Ja, want dat lijkt me nog best wel ingewikkeld. Uh, ja, je, je bent volgens mij wel iemand met een visie, ook wel uh, ongetwijfeld eigenwijs, want anders word je geen succesvol ja. ondernemer. Uh, je hebt de wil om te winnen en je hebt ook nog wel de financiële mogelijkheden ja. om het uh, lang vol te houden. Uh, hoe besluit je dan toch op een gegeven moment de stekker uit zo'n bedrijf te trekken? Is dat niet een nou, dat is, uh, emotioneel zwaar proces? Ja, dat valt mee. Uh, uiteindelijk, uh, als je in het begin ergens in investeert, zie je soms de ondernemers denken, ja, dat is een hele goede ondernemer. Maar na verloop van tijd zie je, dat, uh, zie je dat een beetje afkaven, of heb ik een verschil van inzicht gekregen? En dan zit je vaak met niet, zit niet alleen als investeerder, maar met meerdere partijen. Ja, en dan, denk je, dan zie je gewoon dat ze niet of niet luisteren, uh, of, uh, of gewoon het onderliggende spelletje niet begrijpen. En. Dan is het vaak keuze. En dan zie je dat er wat, wat, wat spanning komt. Ook tussen de relaties tussen de aandeelhouder en de ondernemer. En die wil natuurlijk niet verwateren. En er moet zeer moet, moet risicokapitaal in. Maar uiteindelijk ga je op basis van de unit economics zeggen: Nou, weet je, ook al gaat er dit geld in. Dit kan, niet meer, uh, dit, dit kan je niet meer fixen. Ja. En dan moet je gewoon heel erg resoluut zijn: stekker eruit hoe vervelend het ook is voor alle voor iedereen... maar dat moet je gewoon niet gaan doorvinden. Want dat, dat, dat gaat nooit meer goed komen. Hm. En die situatie heb ik twee keer meegemaakt... dat het toch de ondernemer vaak is die zegt... nou, uh, die natuurlijk ook een droom heeft... Ja. En, maar die droom niet kan, uh, kan stoelen met data. En ja, je kan toch die bedrijven, zeker die start-ups, tech-start-ups... Ja, die kan je eigenlijk alleen maar sturen op basis van data... Ja, en als ze dat spelletje niet begrijpen, dus het intrinsiek. Zeg maar, als je het als je tegen zegt, ja, ja, je hebt helemaal gelijk. maar toch intrinsiek niet begrijpen en niet op acteren. Ja. Ja, dan moet je gewoon stoppen. Ja, ja, ja. En dan verder geen eh, zorgeloze nachten meer van. Inderdaad. That's it. Ja, that's ja. it. Hey, um, uh, je, je, het is altijd leuk om jouw uitspraken over de toekomst te ontlokken. omdat de toekomst vaak anders blijkt, <laughs> ja, uh, precies. blijkt te gaan. Ja. Uh, dus laten we nog eventjes vooruitblikken. Over een jaar of vijf, wat doe je dan? Um, Is Hybrid al verkocht? Uh, ik, denk, ik denk het wel. Uh, ik ben ook met een groep, uh, groep jongens uh, bezig. Uh, uit het, de tech founders. Om een, om een, om een Dutch Founders Fund uh, te bouwen. Om zeg maar, vanuit, het, vanuit de founders. Bas Berens en Petra Kersmakers uh, Om daar een, 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 echt een Founders Fund van te maken. Wat mist we eigenlijk in Nederland? Uh, ik, ik hoop dat ik over vijf jaar. Uh, met dat fonds. Uh, heel veel Nederlandse ondernemers. maar ook daarbuiten kan helpen. Uh, want dat geeft me toch de meeste energie om ook gewoon heel veel ondernemers, heel veel leuke ideeën, hè, want ieder idee is leuk. Dus je krijgt er altijd over die energie van uh, om, om die eventueel te kunnen helpen. Uh, maar gewoon het volgen van een van idee tot schaal, ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Oké, okay, dus uh, ondernemende kijkers met een, een briljant idee kunnen je altijd mailen? Ja, die kunnen we altijd mailen. Gaan ze vast doen. Okay. Nou, het is leuk dat je er was. Dank je wel. Dank Meer interviews zien? Surf dan naar 7 TV.